We bevinden ons hier in de toren van de Oude Kerk in Delft. Edgar van Renssen was in 1957 bezig met de realisatie van een groot elektronisch werk, het Poème Électronique, dat bestemd was voor een gelijknamig paviljoen, Philips paviljoen, een opdracht ook van het Philips concern, in Brussel. Hij wilde dat uitgesproken elektronische werk laten beginnen met de grootste luidklok die in Nederland te vinden is. En dat is dus hier, op deze plek. Ik was aanwezig bij die opname. En ja, ik was ook zeer gefascineerd door de manier waarop Van Renssen zo'n klank autonoom wilde houden. Het was puur deze prachtige grote klok die hij dus wenste. Gagelstraat 38, in dit kleine huisje woonde Van Renssen met zijn vrouw Louise in de periode van zeg maar, september 57 tot juni 58, zo'n maand of negen. Een heel klein huisje. Ik heb hem één keer hier mogen opzoeken op een lenteavond tegen een uur of acht. Ik kwam aanrijden via dit straatje, zette mijn fiets tegen dit raam aan, bel aan, deur gaat open en dan verschijnt die fantastische grote man met die prachtige haren. En wat ik nooit zal vergeten, ingekaderd in de deur en over zijn schouder keek Louise. Ja, hij woonde aanvankelijk heel even in een hotelletje in de buurt van het station. En daar voelde hij zich helemaal niet gelukkig. Oh? En tenslotte is hij dus terechtgekomen in een huisje in de Gagelstraat. Dat was een, ja, ik herinner me dat heel goed, want ik ben er vrij vaak geweest. Dat was een kleine kamer waar je binnenkwam. En daar stond een potkachel. En daar moest hij het mee doen. En achter in het tuintje was een schuur waar de kolen lagen, zodat hij met een kolenkit zijn kacheltje moest stoken. En ja, God, Van Renssen was 74 jaar toen en zijn vrouw Louise was nog iets ouder. En dat was natuurlijk een vreselijke toestand. En Van Renssen zelf had gehoopt dat hij ja, snel en efficiënt zou kunnen werken. Dat hij in 3 maanden weer terug zou kunnen naar New York, maar is er bijna 9 maanden gebleven. Dit is de maquette van het paviljoen. Het staat er een beetje raar bij, zo tussen allerlei spulletjes, maar het is toch nog wel te zien hoe het in elkaar steekt. Het is een hele merkwaardige vorm. Het doet denken aan iets wat ingezakt is. Het lijkt op een tent die niet goed vastgehouden is.
Maar dat is het bijzondere van dit gebouw, dat de vlakken niet gebogen zijn, maar dat het een systeem is van spandraden die met als een soort waaier, als een soort harp, een vorm kan maken die later bekleed is geworden met voorgevormde betonstukken. Het bijzondere is dat de architect Le Corbusier het van het begin af aan een idee heeft gehad van een maag, de werking van een maag. Een maag is een orgaan die ook min of meer aan deze basisvorm doet denken, met een ingang en met een uitgang. En zijn medewerker Jannes Senakis, een architect en wiskundige en componist, niet te vergeten, is eigenlijk de vader van deze, zeg maar, mathematische uitvoering van dit paviljoen. We had a very peculiar relationship with Le Corbusier. He liked me, but also he wanted to be himself, like this, you see. We called him about the Phyllis Pavilion. He said, and I told him I have done the design of it, and he didn't say anything. He couldn't say because it was there. The facts were there. It was a three-dimensional structure, which was very, very difficult to imagine. That it's not like a column or a flat. A flat sheet of concrete. So this is why it was done in small, small, about that size, you see. And that was it. Nou zeg je, ik wil in Brussel iets laten zien van de meest moderne toepassing van beeld en geluid. Nou, wat ga je dan verzinnen? Iets dus wat er tot nu toe eigenlijk niet gebeurd is. Toen heeft men gezegd Corbusier. Nou, dat zal het dan wel moeten zijn. En toen heeft Corbusier, hebben we toen aan de beelden gedacht, maar die heeft toen gezegd, nou, wanneer ik dus modern geluid wil hebben, moet ik bij mijn vriend Varese zijn. Zo is zo'n heel beeld is eigenlijk van idee tot idee werkelijkheid geworden. Maar het bleek dus dat ook doordat het iets bijzonders was, ook een geweldige publiciteit heeft gekregen, de hele wereld over. Ben le projet est né, j'ai reçu une lettre de Le Corbusier, l'architecte, qui me disait quelque chose à vous proposer, je crois que ça vous intéressera. Alors ils me disent que c'était de faire quelque chose pour les Philips, pour l'exposition. Alors, il fallait qu'on se rencontre pour décider la chose. Alors, lui était à Chandigarh, à ce moment-là, Chandigarh, aux Indes, où il dessine, là, il fait l'urbanisme d'une ville. Alors, il a pris l'avion. Moi, j'ai pris l'avion ici. Nous nous sommes trouvés à Paris. Les Philips sont venus nous voir à Paris. Alors, on a décidé de faire ça. Ils avaient demandé qu'ils voulaient un pavillon. Alors il a dit non, je ne veux pas faire un pavillon, ce que je vais vous faire, ça va être, oui, naturellement un pavillon si vous le voulez, mais ça va être surtout le Philips représente dans le son et la lumière, une des organisations les plus importantes du monde. Alors on va faire un poème électronique. De mensen gingen hier naar binnen. Zo, als een processie. Zeg maar, om de 10 minuten konden de mensen hierin, maakten de voorstelling mee van klank, kleur en licht. Het zijn archaïsche beelden, bijna reliefachtig, en de relatie tussen de beeldenwereld van Le Corbusier en Varese is dat Varese exact hetzelfde deed met het geluid. Wat hoorde je dan? Je hoorde korte, uitgesneden klanken die op de grens staan van het herkenbare. Zo'n klank verschijnt. Je kunt denken dat het een kind is die huilt, of je hoort een schreeuw, of je hoort iets Gregoriaans. Maar het is zo kort dat het alleen maar een uitsnede is. Het is geen lopend verhaal.
Je hoorde zoiets, dat geluid zo helemaal rondgaan. Je was als het ware opgenomen in dat geluid. Dat daar. En dat was inderdaad wel een merkwaardige sensatie. En voor de rest gebeurde er nog wat of stond je alleen te luisteren? Wacht eens even, nee, er werden bepaalde... Er werden lichtbeelden bij vertoond. Er werden lichtbeelden bij vertoond. Ik weet wel dat het, ja, dat het een soort van evolutie van de mensheid. Want het was, ik herinner me dat we een beetje ironisch wel eens zeiden, ja, wat die lichtbeelden voorstellen, dat is de ontwikkeling van aap tot Corbusier. Het publiek, ze kwamen allemaal. Huh? Ik weet niet hoeveel tienduizenden of honderdduizenden mensen hebben het bekeken. En wat ze ervan vonden, zal zover als ik me herinner, zeggen, nou, dit is toch wel iets bijzonders. Dat hebben we nergens in de wereld kunnen zien. Dat men dan direct zegt, nou, ik vind het zo mooi, ik ga er 3 keer naartoe. Dat weet ik niet of dat het geval is geweest. En meneer Jansen, herinnert u zich of mensen zeggen, nou, ik vind het zo mooi, ja, ik ga weer opnieuw kijken? Ja, er waren, de seance duurde 8 minuten en dan moesten ze er weer uit. Dus er waren 6 seances, 6 × 500 mensen per uur, dus 3000 mensen per uur die het konden zien. 8 uur per dag, dat waren er al 24.000 per dag. En het was altijd vol. Het was chockvol, ze stonden er lang voor in de rij om binnen te mogen. Il n'y a jamais eu un applaudissement. Les gens sortaient tout à fait comme envoûtés de la chose et énormément revenaient. Il y avait un jour, par exemple, j'étais là avec un de ces messieurs de chez Philips, c'était au début, et tout à coup nous voyons des gosses qui avaient de 10, 12 ans, 4 enfants qui étaient là. Alors il leur demande, il dit, ben, comment ça vous a plu? Comment ça nous a plu? Nous, on est déjà venus 4 fois. Et alors, vous voyez, toutes les fois, on en amène un autre qui n'a pas entendu. Alors c'était très, très... Et le public était très... Naturellement, c'était très... Tout d'un coup, c'est devenu très silencieux. Il n'y a jamais eu de manifestation. Il sortait en silence absolu. Edgar Varèse werd in 1883 in Parijs geboren. Op zijn 32e vertrekt hij naar New York, waar hij zich uiteindelijk ook vestigt. In 1925 koopt hij een huis in Sullivan Street, waar hij tot zijn dood in 1965 zal blijven wonen. In dit huis woont nu Varèse's leerling Cho Wenzong, die met Varèse sinds het eind van de 40 jaren intensief samenwerkte. Farès's table was there along that wall, and in front of his desk he had a line there, a while, and he had all sorts of sketches, other pieces of paper hanging on that, and jokingly saying, this is my laundry line.
It was absolutely messy, but that's the way its charm was. The place has such charm that when you come in, you just feel overwhelmed. So it all happened around this place. And Varese used to compose a lot on the piano. He wanted to hear the sound. And I recall at one stage, his piano was in this position, and he was at this place. He was composing here. I recall one day I came, according to the appointed time, and I came to that door. I hesitated in knocking on the door because I heard him playing on the piano. And it happened to be only the same chord, played over and over and over again for a long time. It's amazing that he was listening to every aspect of the chord. So this room is really full of memories of him. Well, I have to tell you, I did all sorts of things for him because of when I first came here to see him, I showed him my music. I didn't know I was having an interview. I thought I was coming to meet him, but he wanted me to bring some music, so I showed him my music. I felt very self-conscious of what I was doing. And after that, he said, very good. He said, come next week at this time. So I got nervous because I was very poor. So I hesitated. I tried to explain that, how much are you going to charge? I felt very embarrassed. And he turned on me. He got angry. He was red in the face. His eyebrows went up and down. He said, who's talking about money? He said, when he was young, he was befriended by Debussy, Romain Rolland, Strauss, Busoni. He said, I never paid a sou. He said, I don't want your money. He said, I only ask you to pass on this tradition. First of all, to Varese, music should be free. He always talking about that. Should be like sound set free and yet organized. Of course, you know that he was influenced by Busoni, by Debussy. So he began to see music as something that has to be liberated from the past tradition, as great as that tradition was or is, still is. As Varese used to say, tradition is just excuse for bad habit. It's true. I mean, I think Varese maintains he really is unique in the sense of having deeply rooted in tradition. Je dis très très souvent, si nous prenons la chaîne de la tradition, il ne faut pas confondre tradition avec 20, 30 ou 40 ans de mauvaises habitudes. Ça, c'est pas ça la tradition. Les gens qui sont venus des classiques de par fonction du temps, c'est-à-dire qu'ils étaient de leur temps, les gens étaient en arrière. C'était difficile pour eux, ils n'étaient pas comprendre. Les gens qu'on appelait des gens qui étaient avant leur temps, c'est pas vrai, ou en avance de leur temps, c'est-à-dire qu'ils étaient de leur temps. Ces gens-là ont cristallisé leur temps, on connaît leur temps de par ces gens-là qu'on disait en avance de leur temps. Seulement, les autres, comme les gens sont toujours plutôt en retard, la génération qui suit, alors, c'est nouveau la génération où si un homme nouveau arrive, il dira qu'il est en avance de son temps. He was always searching for new ways of expressing his music because he felt
music should be freed from the past conventions of melodies, harmony, counterpoint, and so orchestration. He believed that the music should be a melodic totality. There's no difference between melody and accompaniment. The whole thing should flow. The music should flow, as he says, as a river flows. And that's a wonderful explanation of music. What is music? It's coordinated sound. The composer is to mold the sound, to help the sound to flow. And that's basically what he wanted to do in his music. And he specifically, he wanted not merely to use instruments. So you use the clarinet, so you use the flute. It's more than that. But what about the different registers? There are differences in sound, especially extreme registers and so on. So he began to explore all those possibilities that few people at his time. When did he start with these things? Certainly as early as 19, early 20s, when he began to write those works for small orchestras in New York, I think those pieces were strongly, I think, stimulated by the environment of New York. You hear that in Octante, there's no question about that. He absolutely tried to use all kinds of new instruments. In fact, I think that's one of the reasons why he wrote Ionization. He wanted to use new instruments not because he wanted to do something different, wanted to invent an instrument, not at all. Or especially those electronic instruments he finally used, literally every one of them. He looked for those instruments because his ear led him to those instruments. He wanted to achieve certain qualities, certain values in sound that conventional instruments cannot give to him. Of course, Ionization is all about pitch, because all those percussion instruments have their own pitches. But it gave him the freedom to reorganize the material without being held back by convention. And also it gave him the opportunity to explore a very rich collection of color, timbre, sonorities, in an abstract way, without again being hampered by usually what an instrument can do or cannot do. And this gives him the chance to organize music with a different kind of aesthetics. The spatial quality, for example, and of course, you have the sirens. Sirens, of course, he had already started to use in America,
But by this time, he was using them very prominently. Zou Varese dat soort instrumenten nou gebruiken om los te breken uit de traditie? Nou, dat doet het natuurlijk. Hè? Als je dit in een symfonisch orkest voorstelt, is het duidelijk provocatief, uitbrekend. Het kan eigenlijk niet, kun je stellen. Maar het zou te eenvoudig zijn om te veronderstellen dat Varese met dergelijke instrumenten, die aangevuld zijn met allerlei gimmicks, dat doel zou willen bereiken. Hij had, en ik vind dat ook zeer karakteristiek voor Varese, heeft de klank van de sirene heeft hij geïdealiseerd. Hij ervaarde het als een van de meest pure, natuurlijke geluiden die de mens kan voorbrengen. Eigenlijk de natuur kan voorbrengen. Natuurlijk ben ik een instrumentalist, ik draai, maar je voelt dat dat draaien, dat is maar alleen om het aan te drijven. De natuur doet hetzelfde. En Varese had een idee dat de sirenetoon te vergelijken is met licht, zuiver licht dat op een kristal valt, op een prisma, en uiteenspat in basiskleuren. Dat was zijn geïdealiseerde opvatting over sirene. En hij vond dan ook, wanneer je dat vermengt met orkestinstrumenten, dan moet je dus niet denken in termen van picturale aanvulling en verrijking, want dan zou je ook aan een koor van 10 sirenes kunnen denken, sopraan sirenes en bariton sirenes enzovoort. Maar hij zag het als een oppositie. En vanuit die oppositie, dat tegenover elkaar stellen van die natuurklank ten opzichte van dat wat de mensen kunnen produceren met muziekinstrumenten, dat is typisch Varese, om dat aan de orde te stellen, die kracht die dan vrijkomt. Ionization is really his first electronic composition. The first time one could compose for him or for any composer, free of what we did in the past hundreds of years, and to try to look at sound as is, to really learn about sound. So for him, I think it's a very important point of departure. It's real liberation. You know that after roughly the mid-30s, he appeared to be not producing anything musical, which of course is debatable. In my mind, he was working very hard. He wasn't able to find the means to organize his own musical ideas because the means were not available. Today we have electronic means, we have computer, we can do that, but at that time he couldn't. He traveled all over this country looking for opportunities, went to Hollywood even, and he had all sorts of ideas that he wasn't able to carry out. Het is eigenlijk, en zo is het ook gebeurd, dat Varese 23 jaar heeft moeten wachten eer hij in de gelegenheid was om met werkelijke nieuwe middelen elektronische geluiden te integreren bij de instrumentale klanken. En we hebben het dan over het grote werk en een van zijn sleutelwerken, Dessert, voor band, magnetofoonband en orkest. Waarbij hij de nieuw verworven mogelijkheden, dus die elektrische mogelijkheden, echt de elektronische mogelijkheden, niet laat versmelten met het orkest om het zogenaamd rijker te maken, het spectrum rijker te maken. Maar wat Varese altijd doet, en ik vind dat zelf een ongelooflijk belangrijk aspect van Varese, waarin hij de zaken opponeert. Hij laat de zaken met elkaar strijden. Hij stelt ze tegenover elkaar. Niet zozeer concertant, maar puur als twee materialen. En daardoor ontstaat er een volstrekt nieuw krachtveld. En dat vind ik zeer karakteristiek. Dus in die zin is natuurlijk dat werk Dessert, 23 jaar na Ionization,
Ja, dat zou je dan kunnen zeggen. Dat is een eerste echte elektrische werk. He was not able to really work on the electronic parts until 1953, because that was the time when he was given the Ampex machine, the professional model of the Ampex. And with that, he began to go out to record sounds, because when he first came to New York, he was really impressed with the tremendous category of sounds, fire engines, sirens, whistles, boat whistles, and all kinds of noise. And he had ideas of how to transform the sound, whatever he collected, into the source material for his music. We have the big professional model of Ampex machine that he got in 1953. And this is the work, the equipment that made it possible for him to start working on the interpolations for deserts. And basically, of course, he did go to some sound studios for work. But fundamentally, he was cutting the tapes together on this machine. It was in 1953 when I was copying at that corner and he was composing at this corner very quietly. We were back to back. And I knew he wanted things to happen fast, so I was trying to keep pace with him while he was composing the next few bars, you might say. And as this went on for a while, suddenly I heard this very loud voice. Booming sound of his voice, saying, "Wen Zong." I got scared. I said, "My God, I must have made a terrible mistake." I turned around, and there he was. He was looking at me. He was standing enormous, with his head raised, his chest stuck up. And he said, "Wen Zong, I cannot piss in front of everybody." So I said, "Oh, my God, he's finished the score."
And of course he did. And that was very touching, very dramatic. If we know his life story, he really had that feeling. Now he's proven to the world. And I felt, I always, from that moment on, while I was copying, that this was his magnus opus. I was asked 1954 to realize the sound projection of his world premiere Désert in the Norddeutsche Rundfunk Hamburg. He was extremely friendly to me, also a bit worried about his new piece, and he wanted immediately to know my opinion about, in particular, the relationship between the orchestra and the tape. He was worried about certain sounds. For example, he explained at long that he had taken a long comb and very close to a microphone, he made the movements with a metal piece at the comb and recorded this sound. And I think he also filtered it in various ways. And he said, if what I would think about this, and I was a purist at that time, and I said, well, you do what you do. This is musique concrète, inserted into traditional music. Nevertheless, I wouldn't do that because I only use electronically produced sounds, which means I want to synthesize the sound so that the timbre becomes part of the composition itself. And he was very convinced that this was the right way, but he said, I have no means, and what shall I do in New York? America is terrible anyway, so he didn't like America at all. And we have to remember that the electronic parts, the interpolations of deserts, were done on what we today would regard as Model T, Ford car, very antique kind of stuff. And that, of course, to me, is part of his tragedy, that this is such a great work, and yet he did not have the right equipment or the right technological help from people. Varese didn't know how to make the sounds, neither how to synchronize them. He had no experience. You cannot just come to a studio and say, now I want to work. I learned from scratch how to work with recording special prepared sounds, how to treat them with electroacoustical instruments like the phonogen, etc., how to transpose them, how to speed them up, to speed them down, how to splice tape. Thousands of pieces of tape I spliced during these months, and how to synchronize them. So this was 52, I was 24 years old. And sometimes it took me 4 or 5 weeks to make a sound of 6 seconds. I'm not exaggerating. So someone like Varese may have all the goodwill to make something stunning, but he didn't have the technique. Ja, hij ontbeert techniek. Maar dat wil niet zeggen dat hij daar, zeg maar, verder studie van zou moeten maken. Ik vind dat het zo wezenlijk is voor Varese
op zijn zoektocht naar fundamentele klankbronnen, naar fundamentele aspecten van, dat we zeggen, de natuur van de klank, om juist niet gevangen te worden in een apparatuur, in een technologie die, zeg maar, beheersbaar is. Het gaat veel meer om de vondst dan het beheersen. Het is zo dat toen hij in Philips Studios kon gaan werken, hij daar een situatie aantrof die wel correspondeerde met zijn natuur. Dat wil zeggen dat hij niet aantrof een perfect geoliede, goed opgezette meetstudio, zal ik het maar noemen. Een studio waar de apparaten exact ingesteld kunnen worden op toonhoogte en sterkte enzovoort. Maar een studio die samengesteld is, ad hoc samengesteld is uit verschillende componenten. En die componenten boden hem mogelijkheid om die zoektocht verder te ondernemen naar de oerklanken. Well, you know, that was the greatest opportunity for him, which he had been looking for, at least since the 1920s. In fact, even in 1916, when he arrived in this country, he said that he wanted to look for new sounds, how to generate new sounds, how to collect new sounds for music. Dit is geeft een hele aardige indruk van de apparatuur die hij gebruikt heeft. Opvallend is dat het apparaten zijn die voor meetdoeleinden worden gebruikt. De tonen die eruit komen, bijvoorbeeld deze, is stabiel, die verandert niet. Die kun je meten. Je kunt hem ook op een andere hoogte zetten, zo bijvoorbeeld. Die blijft als een lijn klinken. Je kunt met de hand de toon veranderen, een verhogen, verlagen, je kunt hem sterker maken, maar het is nog geen muziekinstrument. En dat is precies wat Varese bedoelde. Je kunt de klank componeren. Je kunt hem precies ontwerpen en dan heel precies letterlijk naar de hand zetten, zonder dat je een soort instrumentalist bent. Daarnaast gebruikte hij straaljagers, microfoonopnames daarvan, klokken, kerkklokken, koorzang, solozang, enzovoort, enzovoort. Maar dit waren de apparaten die vooral dienden om die abstracte klanken te kunnen maken. Maar misschien is het interessant dat ik één sterk voorbeeld uit het poem probeer na te spelen, zodat we enige indruk krijgen hoe nou die relatie is. Dus wat hij met de hand deed, laat ik het ook toch zomaar blijven noemen, en het uiteindelijke resultaat. Ja, het laatste fragment. Een van de weinige fragmenten die Varese ook in partituur heeft gebracht. En daar in dat fragment wat bewaard gebleven is. Het ging niet over de schoonheid van deze ene klank, maar de wijze waarop deze klank compositorisch gemonteerd werd in een totaal verband. En dat betekent veel experimenteren, wekenlang. Op dat moment ontstaat er een fundamenteel conflict tussen technisch denken en het compositorische denken. De technicus zal op het moment dat Varese zegt, ik wil deze toon, zal de technicus zeggen, ik vind de toon vervormd, die toon kan beter.
Terwijl de componist van Resse iets in die toon hoort. Een beschadiging, iets rafelijks, een vervorming, een attack in het begin. Die hem bijzonder bevalt. En dat zijn twee richtingen die dus tot felle botsingen hebben geleid. In een, zeg maar, in een niet-muzikale omgeving. We moeten dus beseffen, dit zijn geen muziekinstrumenten, maar meetapparaten. Als hij boos was, dan berg je maar. Hoor. En hij kon op sommige mensen geweldig boos worden. Bijvoorbeeld over de medewerkers die hij dan had in het akoestisch laboratorium, waar hij dus zijn muziek moest maken voor het poem Elektroniek. En de wijze waarop hij daar dan af en toe over sprak, over bepaalde figuren, nou, dat loog er dan niet om. En zelfs toen ik hem later nog in New York enige balen heb ontmoet en ook bezocht, zelfs toen kon je bij, als je bepaalde namen noemde, kon je des duivels raken. En dat was al jaren later. I still remember he used to write me saying, "When soon we thought we got rid of prima donnas, now that we work on electronic equipment, I never realized engineers can become prima donnas." He didn't like it. No, he was absolutely angry. He was furious. Why? Why? Because he felt he wasn't able to get the engineers to work the way he wanted to work out the material the way he wanted to. He went to Eindhoven with a very specific idea what he wanted to do. I think so, and maybe over expectation. I think throughout the Varese's life, he, as I said, he was childlike. He always was hopeful. The people in the studio in Eindhoven were not able to offer him neither the new sounds nor the technical process that he wanted. So I think he depended completely on his collaborators who finally made the piece. What's the name of the man that was with him? De Bruin? Huh? De Bruin, perhaps? No. Mr. Tak? Tak, yes. And they were quarreling all the time because Tak had his own ideas. His own ideas? Yes. Varese couldn't do what he wanted. With much difficulty. I think that Tak wanted to impose himself and Varese didn't want that, first of all. And then he was not happy with the means that he had in, where was that? Eindhoven. Eindhoven, yes. Hij had nou eenmaal een pionier op het gebied van die abstracte muziek. Dat waren dus typische geluiden die je van motoren hoort en van vliegtuigen hoort en weet ik wat. En die echt het moderne leven ook in zijn achtergrond hadden. En dat componeerde hij. Hè? En daar kreeg hij vrij spel voor van Ingenieur Tak. Dat was dus een Nederlandse akoesticus op het laboratorium. En die had zelf een hele voorraad vreemde geluiden op de band. En daar liet hij Varese uit kiezen om daar een compositie van te maken. En die hebben een half jaar bij elkaar gezeten. Hè? En die hebben het bij elkaar geplakt tot ze eindelijk erover eens waren dat het een leuke bladvulling was, een geluidsvulling was bij dat beeldverhaal eigenlijk van Le Corbusier. Ja, het was eigenlijk een beetje een stap, hè, in een bepaalde richting die je eigenlijk toevertrouwde aan een stel artiesten, laat ik het maar zo noemen. En nou ja, en dan hoopte dat er wat van kwam. Dat was een gevaarlijke stap. Eigenlijk wel, ja. Nou ja, het heeft ons dan, hoeveel heeft het ons gekost? Zes miljoen, geloof ik. We begonnen met 1 miljoen en we eindigden met 6 miljoen. Ik zie daar een compositie staan voor koor dat ook Poem Elektroniek heeft. Poem Elektroniek van Henri Tomassi. Het is zeer merkwaardig. Het is eigenlijk een curiositeit. Waren het niet dat er zo'n tragisch, een drama aan ten grondslag ligt. Het is een tastbaar bewijs, zou ik het willen noemen, van het wantrouwen dat het Philipsbestuur had voor wat zij noemden een stelletje artiesten.
waar ze mee opgescheept waren. Dat zijn dan Le Corbusier en Edgar Varèse, dat moeten we niet vergeten. En ze waren zo overtuigd dat de muziek die door Varèse afgeleverd zou worden barbaars is en zo anti-mens is en zo niet in staat is om het goede van Philips uit te dragen, dat ze besloten hebben deze componist, een Franse componist, Henri Thomassy, die in een zeer gematigd, vrij traditioneel idioom opera's en balletten schreef in die tijd, een schaduwopdracht hebben laten vervullen. En dat is dus een poème elektroniek geworden, die dus daadwerkelijk geschreven is, waar geen spoor te bekennen is van enig poème en geen spoor van elektroniek. Het is absoluut conventioneel, het is onbegrijpelijk. Ze hebben het Le Corbusier nog laten horen in begin 58... of het toch niet, hè, de muziek was die hij kon gebruiken. Le Corbusier heeft het uiteraard van tafel geveegd en gewoon gezegd, Varèse wordt het en Varèse blijft het. Ik heb me niet echt intensief met de zaak bezig gehouden, maar ik heb Varèse af en toe ontmoet. Ik had wel in de gaten dat dit een heel bijzondere man was. En ik had wel eens het gevoel dat hij misschien door Carl Velmer, zo door Frits Philips en door andere leden van de Raad van Bestuur niet helemaal zo, ik zou zeggen, met respect behandeld werd als hem eigenlijk wel toekwam. Moet je ook zeggen hoe ongelooflijk indrukwekkend het is om een van de grootste componisten van deze eeuw heeft hier gewoond. De aanloop, je zou verwachten dat heel componerend Nederland zijn deur plat loopt. Niemand is er geweest. Ton de Leeuw één keer. Wie kwam er? Was Edie de Wilde, de directeur van het Abbe Museum. Hij weet hoe je belangrijke kunstenaars moet opzoeken in zijn atelier, in hun ateliers. Hij ging hier naartoe praten over Léger, over Matisse, over een gemeenschappelijke kennis uit Amerika. Hij heeft echt Varèse een beetje kunnen voeden in dit cultuurarme omgeving. Mijn persoonlijke frustratie, als ik dat zo zou moeten noemen, is dat ik 9 maanden lang de gelegenheid heb gehad om zeg maar een leerling te worden van Varèse. En dat ik die kans niet begrepen heb. Ik assisteerde Banus, ik had allerlei activiteiten op het natuurkundig laboratorium. Ik vind dat geen excuus. Het is echt ongelooflijk dat je op 38 op dat belletje drukt en dat je zegt, meester, hier is uw leerling, ik wil les hebben. Hoe oud was je toen? 27 jaar. Ik had al 3 symfonieën gecomponeerd kunnen hebben. Dus ook dat is geen excuus. Dus het ontroert mij, dat kan ik je wel vertellen, als ik voor dit huisje sta. Ik heb inderdaad mijn fiets er tegen aangezet. Ik heb de partituur en de banden van Dessert onder mijn arm genomen. Varèse heeft toen, na een enorme lijdensweg met allerlei tegenwerking bij de realisatie van het poëm, tegen mij gezegd, jij bent de enige die ik vertrouw. En dat klinkt nog steeds in mijn hoofd en ik begrijp bijna niet hoe hij dat heeft kunnen uitspreken. Dus kennelijk was er iets in mij wat voldoende uitstraling had om hem dat te laten zeggen.